Welkom bij voetbalvereniging Wolf van Zijk. Ik ga jullie wat vertellen over wat we in het verleden gedaan hebben op het vlak van duurzaamheid en onze toekomstplannen. Zowel de binnen- als de buitenverlichting hier is allemaal LED-verlichting. Dat draait op sensoren en daarnaast monitoren we continu van ja, waar zit ons verbruik en waar kunnen we nog extra besparen. En op die manier is het continu een spel tussen een zo laag mogelijk verbruik en toch het comfort om goed te kunnen sporten. We zijn hier in de kleedkamers en wat opvalt hier is de infraroodpanelen. Die draaien op een sensor, dus op het moment dat de sporters hier binnenkomen gaat zowel de verwarming als het licht aan. Ze kleden zich eventjes om en gaan dan sporten en dan gaat ook alles uit, zowel de verwarming als het licht. Waar we nu heen gaan, dat noemen we de 4D-boarding. Tijdens wedstrijden kunnen we de namen van sponsoren die de club een warm hart toedragen en die duurzaamheid een warm hart toedragen kunnen we tonen. In de rest van de week wekt die boarding energie op.